nooit het Vlaams belang afschrijven. Eén, dat zijn geroutineerde campaigners. Je mag daarvan zeggen wat je wil, maar dat kunnen ze wel doen. Je ziet dat meteen. De winter die in Antwerpen, die dan plots de Wilders in Antwerpen in de straten tovert. Grote belangstelling, de pers is in massaal aanwezig. Ze houden het discours wel aan de gang, ook over het migratiedebat, waar de N-VA een beetje het voortouw had genomen. Mm-hmm. Waar zij dan meteen in de aanval gaan op dat punt. Ook het boek van Van Grieken om aan te tonen dat Franken eigenlijk een softie is. Terwijl hij precies het imago wil hebben van iemand die krachtdadig optreedt. Dus zij vallen altijd op die flank aan. En ik meen toch te merken dat men daar bij N-VA niet zo gerust nu was. Ja, Eugenie Beels heeft ooit eens met de one-liner Philippe de Winter gevloerd. Zeggende van, je hebt 4 keer aan de verkiezingen deelgenomen, je hebt nooit gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat het Vlaams Belang achtervolgt. Hè. Zij, ja, maar zoals onze collega Joël de Keul daaruit schreef, is wel de meest invloedrijke partij geweest van de jongste jaren. Want als je ziet wat die allemaal hebben, niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks bewerkt, bijsturingen bij andere partijen, ja, dan kun je niet zeggen dat die onbetekenend zijn geweest. Ja.